Hier in Rotterdam wordt zometeen het Nederlands vrouwenvoetbalteam gepresenteerd. En met de Geen Grapje-campagne tegen seksisme nog vers in het geheugen willen we daar natuurlijk graag bij zijn. Vrouwenvoetbal. Laten we eerst eventjes lekker kijken. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. Hallo, jij bent Meryl. Hi, hallo. Hi, ik ben Rutger. Hallo. Wat leuk om jou te ontmoeten. Bedankt, insgelijks. Ik denk, ik kom hier dan en dan kom ik allemaal van die grote, stevige judoka's tegen. Maar er staat eigenlijk een heel mooi meisje voor me, voor een vrouwenvoetballer. Ja, dan heb je het echt niet begrepen. Want, het is geen grapje hoor, wat ik maak. Nee, dat begrijp ik, dat weet ik ook. Maar je zou eens het hele team moeten zien. Allemaal leuke meiden. Zijn die vooroordelen nou vervelend voor jou? Nee, eigenlijk totaal niet. Tenminste... Wacht even, voor cameramans afgeleid. Er is natuurlijk zo'n seksisme, daar wordt er nu steeds over gesproken. Hè? Dus er is zelfs een campagne, die heet Geen Grapje. Is die ook van toepassing op jullie branche? Ja, denk het wel. Korte broekjes, rokje aan misschien. Net als bij de hockey. En is dat erg? Nee, totaal niet. Daar moet je mee omgaan, toch? Dus jij hebt daar geen problemen mee en je wil daar ook zeker geen punt van maken? Ik ga er zeker geen punt van maken, nee. En als ik in een rokje moet voetballen, doe ik dat, toch? Dat klinkt goed. Ja, nou, kom maar gewoon... een rokje. Ja? Ja, kom maar op. Volgende keer doe ik hem aan, hoor. Echt waar? Ja. Daar hou ik je aan, hè? Okay. Voorheen was dan de trainer, de bondscoach van het damesvoetbal. Ja, daar had je echt een beetje medelijden mee. Tegenwoordig, als ik zo even om me heen kijk, jij bent echt wel een beetje chef in een snoepfabriek, hè? Nee, ik ben wel op een heel mooi moment gevraagd om dit te doen. Ik kan me voorstellen, het is genieten. Ja. I'm loving angels instead. Even iets anders. Jullie zijn natuurlijk ook wel bij uitstek toch het voorbeeld van de echte profs. In vergelijking met de mannen die dan met dure auto's rijden en met koptelefoontjes op door een mixzone heen walsen. Ja, nee, goed. Ik denk dat je ten alle tijde vooral jezelf moet blijven. Dus hoeveel je ook verdient of wat je ook doet, ik denk dat dat helemaal niet belangrijk is. Er zijn een aantal verwende ventjes in het mannenvoetbal. Dat ze soms een beetje vergeten dat er ook een maatschappelijke rol is voor ze weggelegd. En dat ze helden zijn van de jeugd. Bij de mannen is het natuurlijk veel meer pers aanwezig. Vervelende mensen af en toe. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, de sfeer is goed, hè? Precies. We hebben echt nog clubliefde en we weten wat het is om naar je logo te kijken en denken, daar doe ik het voor. Omdat wij gewoon daarmee zijn opgegroeid. Je gaat nu trainen, hè? We gaan zo trainen, lekker. Het veld op. Oog op de bal, hè? Doen waar we goed in zijn. Hou je in de gaten, hè? Dankjewel. Oog op de bal, hè? Oog op de bal. Leuk dat je het opmerkt, ja, zeker. Wat? Dat ik knap ben. Geen dank. Dankjewel. Succes, hè? Thanks. Je moet alleen wel, Meryl, je moet alleen wel handen, je moet niet op je slippers gaan. Ja, ik had gehoopt dat ik alleen van boven werd gefilmd. Dat is mislukt. Shit. Ik heb nog wel zoveel goede sneakers. Dat is echt de pijn. Volgende keer, hè? Ja, is goed, doen we. Oké. Hoi.